In ons oor zit een systeempje die maakt dat op het moment dat uw gehoor geprikkeld wordt, dat er stoffen vrijkomen die uw zenuwbanen prikkelen. Nu, jammer genoeg is het zo dat niet bij iedereen dezelfde hoeveelheid stoffen vrijkomen. Dat wil zeggen, bij de ene persoon, als die aan lawaai wordt blootgesteld, komen zeer veel stoffen vrij, doen met andere woorden de zenuwbaan enorm veel vibreren en leiden vaker tot schade. Bij andere mensen zal hetzelfde geluid veel minder prikkeling geven en dus minder kans geven op schade. Alleen, je wordt geboren, je weet dat niet. Dat wil zeggen, of dat je nu naar metalmuziek gaat luisteren, of je gaat een concert bijwonen in de Vlaamse opera in Gent, of u speelt piano, of u speelt in een drumbandje, enzovoort. U weet niet of dat u behoort tot de groep van de zeer vatbare groep, of de groep die uiteindelijk minder vatbaar is voor het krijgen van gehoorschade. In elk geval is het zo dat één incident volstaat om voor uw leven permanent oorsuizen te krijgen. Dat is zo.